Welkom iedereen bij de allereerste aflevering van Pokémon Generation Survival Log. De games zijn klaar, de racers zijn klaar. En De racers klaar zijn, vraag ik me af, maar... XD. Oké, Harm is niet klaar, Harm zal waarschijnlijk nooit klaar zijn. Oh ja, ik hoef nu geen Pokéball, niks op te halen, ik kan gelijk route 1 op. Yep. Nee, dus hoe we het nu hebben gedaan, is alle Pokémon zitten erin. De Pokédex hebben we al. De onzin van haal ook Sparsel op is ook al klaar. Dus we kunnen gewoon direct beginnen. Oh, vergeet niet jullie potions te halen uit de PC en het was daar, Jordi, dit kan je toch officieel niet eens zien als een race, of wel? Semi. Het is een survival log, zeg je net. Ja, het is een survival log, maar hier is het ding. Uiteindelijk is en blijft een soort van race. Want het is wel om te zien van, oké, wie wint zometeen de meeste gens? Of wie blijft het langst overleven in de meeste gens? Ja, op die manier. Nee, oké, maar maakt het ook niet uit. Maar we kunnen elkaar wel gewoon om advies vragen, dat bedoel ik ermee. Natuurlijk. Of het correct advies is een tweede, maar... Nou, met gen 1 bestaat dat niet, maar... Nee. Met hoe kut gen 1 is. Ik ging al bijna dood bij een Pidgey, dus dat scheelt. F. het verbaast me niks. Weet je hoe slecht ik ben in Yellow? Yellow is echt mijn arch nemesis in Pokémon. Ja, ik had dan voor de lol even gekeken van oké, wat vinden mensen over het algemeen de meest moeilijkste gens om te nuzlocken? Yellow stond bij de meeste onderaan. Ah. Makkelijk bedoel je dan? Ja, dat die makkelijk is, ja. Oké, bijzonder. De meeste zetten Platinum in Black 2 en White 2 bovenaan. Ik zeg Ultra Sun and Moon. Oh, Ultra Monocrosma. Ja, dat wordt nog wat. Maar ja, wacht, even van... daar zit een level limiet aan ook. Of nee, het is geen bos. Nee, maar er is wel een level limiet aan. Maar de level limiet is heel soepel, want fuck Ultra Monocrosma. Mm-hmm. We weten allemaal hoe kut het is. Echt, dat is echt op de jenken gewoon. Maar ja, voor mensen die niet deel 0 hebben gekeken. Ten eerste, waarom kijk je deel 1 wanneer je deel 0 eigenlijk hiervoor al is? Maar oké. Ik heb 3 poosjes tussendoor. De spellen die we gaan spelen zijn Yellow, Crystal, Emerald, Platinum, Black 2, White 2, XI, Ultra Sun, Ultra Moon en Sword and Shield. Lijkt het ook de eerste twee van de games heel slecht ken. Yellow ken ik echt voor geen meter. Crystal, nou die heb ik... Heb ik die ooit geraced? Zo best, maar dat weet ik niet meer. Ja. Een Pokémon project van de vorige Pokémon project, zo kwam goed uit. Crystal Clear. Ja, maar dat was Crystal Clear, maar dat is niet de officiële Crystal. Ik bedoel echt de officiële Crystal. Ja, oké. Hadden we niet RNG? Hadden wij niet de definitieve versies gespeeld destijds? Ik heb echt geen idee meer, joh. Zou kunnen. Ik weet nu, ik ken mezelf, ik weet nu al dat als ik part 1 heb gezien, of er is part 1 online komt van dit, ik al niet meer weten wat ik gezegd heb nu. Oh, dat 100%. Weet ik zeker al. Oh, shit. Als de champion is verslagen, dan doen we een soort van postgame. Of wat challenges. Soort van, we doen de postgame. Ja. Beat Red, dan mag je kortom, je mag heel Gen 1 opnieuw gaan doen. Yep. Ah, maar dit gaat wel wat sneller. Ja, de challenges zijn Catch Kill Mewtwo, Gen 2 Beat Red, Gen 3 Beat Steven, Gen 4 de Heatran sidequest. Voor die mag je gewoon opzoeken hoe je die moet doen. Heatran sidequest, die weet ik uit mijn kop. Ja, mooi, ik heb het nooit gedaan. Nee, gek. Ik heb de games ook nooit echt gehad. Gen 5 Beat Cynthia, Gen 6 Catch Kill Mewtwo. Gen 7, Beat Rainbow Rocket. En Gen 8, Catch Kill Zamazenta. Let's go. maar één ding. Nee, laat maar. Laat maar zitten. Oké. Okay. Ja, en nu moeten we gespreksonderwerpen gaan bedenken. Oh, Harm, het is Pokémon. Meer dan van een tijd zit je op autopiloot. Daarom. PlayStation 5. Ik heb hem. Ha! Ik heb de eerste game al uitgespeeld. Nice. Maar ja, dat is alleen normaal uitspelen, hè? Dat is gewoon de main story. Ik heb nog heel veel sidequests. Maar was het echt Miles Morales of was dat ook die gewone Spider-Man? Nee, het was game. Miles Morales alleen. Oké. Eigenlijk moet je dan officieel beginnen met Spider-Man, maar die speel ik hier nou wel uit. Maar ja, ik kan je zeggen, het zag er in ieder geval meer van hetzelfde eruit. Ik heb geen idee. Ik ben vrijdag bij een vriend van me geweest, die heeft hem ook. Die heeft ook Spider-Man en Assassin's Creed Valhalla. Ja, die ga ik dus echt niet kopen, maar ja. En ik heb gekeken naar ook Astro Playroom of zo, maar... Ja, dat is... Ja.
Dat is dat om dan te laten zien wat die PlayStation controller allemaal kan. En ik was me echt wel verbaasd, man. Dat ding echt. Is echt bizar nice. Ja, ik bedoel, ik liep in Astro Playroom, liep ik in een ruimte waar een zandstorm of zoiets was. Yeah. Dan kwam er uit de microfoon in de controller, hoor je dan dat geruis van het zand wat om je heen dan blaast. Precies, het is echt bizar wat die controller kan. Echt bizar. En die trillingen, die HD-trillingen, zijn beter dan de HD Rumble van de Switch. Hetzelfde bedrijf, dus dat is wel... Ja, maar die PlayStation heeft sowieso meer betaald. Ja, kan niet anders. Maar ik was echt maar verbaasd. Ook met Miles Morales, de triggers. Het eindstukje van de trigger, dat voelt dat moet je hard indrukken om het te laten werken. Dat heb je waarschijnlijk ook met S. Ik heb S van nog niet aangeraakt. Maar als je dan een normale PS4-game erin duwt, dan is het weer normaal. Dan denk je, oké, mijn controller is kapot. Ja, dat denk je echt. En daarna gevolg tot, oh, wacht, het zit gewoon in game. Het hoort gewoon bij de game. Maar dat is wel echt nice. I like it a lot. En ik heb voor mezelf de keuze genomen om... ik koop een game en dan moet ik hem uitspelen voordat ik een nieuwe ga kopen. Ah, hey, dus... Nando, misschien een goede regel voor jou. Dus ik kan nu eigenlijk al een nieuwe game kopen, want ik heb Miles Morales uitgespeeld. Maar... Goed bezig. Ik heb nu nog... ik krijg binnenkort Mafia Definitive Edition binnen, die dus geremaked is. Ik heb nog nooit een Mafia game gespeeld, dus dat vind ik, lijkt me wel lachen. En ik heb nu Spider-Man. Ja, en FIFA kan je gewoon niet uitspelen. Dat is gewoon, online spelen. Nee, ik speel FIFA echt niet online. Nee, kan wel. Nee. Maar dan moet je een beetje een hele triviale reden vinden. Van, oké, ik heb de game uitgespeeld wanneer ik dit en dit heb gedaan. Ik ben meer van de career mode en gewoon potjes spelen. En verder vind ik het prima. Ja. Ik ben niet zoals iemand die €500 uitgegeven aan pakjes om iets te kopen. Pleur het even heel gauw in en top. Dan heb ik liever de echte Pokémon kaart of zo. Ja, die komen weer helemaal in, hè? Ja. Een boxen van die kaart, echt bizar. Ja, ik had het aan het begin van het jaar vooral met Yu-Gi-Oh! Kaarten. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Maar die broer van een vriend van me, die had dan ook... First Edition Charizard, Blastoise en Venusaur dan voor de kop weten te tikken. Geld! Dat is geld! Maar ja, ligt eraan of er marks om zitten. Maar... Ja, en of ze echt zijn hoor. Want ik weet het ook niet zeker of ze echt zijn. Want ik zag alleen een vage foto ervan. Maar hij heeft er €100 voor betaald. Maar, dat is niks. Ja, dat kan ik me niet voorstellen. Dat levert het tot 10 dubbele bijna op. Dan weet die gast of hij weet echt niet wat die dingen waard zijn... Of ze zijn niet echt. Nee, ik denk echt dat ze nep zijn. Dat kan niet anders. Want je gaat het toch opzoeken als je zoiets verkoopt. Nou, als je het op Marktplaats staat, dan moet je het afvragen. Want Marktplaats is niet per se... Kijk, eBay, dan weten ze echt wel wat ze doen. Maar op Marktplaats... Het was Marktplaats, maar het was wel zo'n guy die wel langer op Marktplaats zit, zeg maar. Ja, het is echt geen reet. En hij kon zijn Facebook en zo allemaal vinden van die gast... En weet ik veel wat. En hij zei, het leek op een legitieme guy. Nee. Dus ja, nou, voor de rest weet ik ook niet of het echt zo is. Maar in ieder geval... Ja. Nee, laat maar. Ik wou zeggen, maar terugkomend op de PlayStation. Het is echt nice. En ook dat het wat... De controller die voelt wat stugger aan, dus iets groter. Dus dat is goed voor jou, met je grote handen natuurlijk. Nou, het is gewoon een feit hoor. Ik heb PlayStation 4, als je PlayStation 4 controller in mijn handen houdt, heb ik het gevoel dat ik mijn armen, handen elk moment kan breken, omdat ze zo kut aanvoelt. En dit is echt gewoon... Ik vind het echt raar om te zeggen, maar het voelt lekkerder dan een Xbox controller. Dus je kan eigenlijk een controller uit het raam gooien zonder dat hij breekt. Nee, ik ben nu met de PlayStation controller aan het spelen. PlayStation 4. Nul. En ik vind gewoon het witte aan die controller... iedereen vindt dat witte niet mooi, maar ik vind het echt nice. Nou, ik vind het... Ik ben ook weer zo iemand die dat niet echt mooi vindt. Ik ben meer van het zwart. Same. Maar het is ook gewoon omdat de PlayStation... zo'n beetje van alle consoles vanaf 2, die zijn zwart geweest. Die controllers ook. Dat blijft een beetje hangen. En ook gewoon omdat ik het mooier vind staan, in ieder geval. Voor mij is het meer van wit verkleurd over een periode. Ja, als je het in de zon laat staan, ja. Maar als je er een goed care over teekt, dan komt het wel goed, hoor. Klopt.
Maar hou maar er wel rekening mee. Meerdere van de mensen zijn gamers. En vaak, en het is een stereotypering. Ja. Ik heb een witte PlayStation 3 controller, maar volgens mij is die ook een beetje verkleurd. Maar die heb ik echt niet in de zon laten zitten. Nee, maar sowieso, het verkleurt wel. Maar als je er goed care van teekt, dan... Jezus, heb ik polio met praten vandaag? Ja, nee, je hebt polio met praten. De tandjes, hé. Maakt niet uit, man. Het is een drukke week geweest, waarschijnlijk. Waarom er niet, man? Heeft zo'n beetje iedereen wel gehad, denk ik. Mm. Dus, ach ja. Nou, wie heeft Gary al verslagen? Ik ga Gary niet doen. Ik ben bijna mijn eerste. Oké, wisselarm. Wisselen. Met Ham gaat dus super. Ja. Yeah. Ik weet echt niet eens meer wat ik laatst Pokémon heb. Ja, toen de ding uitkwam. De DLC. Ja, met Isle of Armor, of niet? Ja, denk je dat ik vaak... Ik speel gewoon nooit Pokémon meer. Ik vind gewoon dat sinds Gen 7 ze gewoon verkracht hebben. Daar blijf ik bij. Mm-hmm. En mensen die zeggen dat het tot Gen 8 de beste Gen is, die zijn echt niet goed bij een paal, zei. Die zegt, dan ben je toch niet goed bij je hoofd? Arme Milan. niks arme Milan. Ik heb een discussie met hem erover gehad. Hij vindt het nog steeds mooi. En als je een discussie hebt gehad en beide personen zijn nog steeds vast bij hun standpunt. Oké, prima. Maar, ja, maar ja. Kom op. Ik heb ze alle 8 gespeeld. En zelfs Gen 5, wat altijd mijn minste Gen vond. Ik ben helemaal trouwens gedraaid op Gen 5. Of in Gen 5 staat nu in mijn top 3. Maar... we kunnen er toch over eens zijn tot Gen 2 en Gen 3 en 4 en 5 beter zijn dan 1, 7 en 8. Het was een beetje, ja, zeg maar 1 en 8, voor de ja. echte reboot. 7 niet wel zijn eigen dingen. 7 is zo trash. Maar ja, dat heb Ultra Sun en Moon een heel stuk goed gemaakt, maar Sun en Moon zelf, die zijn echt kut. Dude, Ultra Sun en Moon zouden eigenlijk Sun en Moon geweest. Precies. Helemaal, dat is het gewoon. Alleen maar voor die Fairy Trail. Ja, dat is wel een goed makertje die ze hebben gedaan. Oh, echt bizar. Shit. Maar ik vind Gen 7 nog steeds ook kut hoor. Eigenlijk simpel gezegd, sinds dingetje het heb overgenomen. Sinds de andere director is, vind ik het echt kut geworden. Sinds Masuda niet meer de director is, is het gewoon kut. Ja. Maar Gen 7, 8 ziet er ook niet mooi uit. Ik vind het echt afgrijzelijk lelijk. Het lekt. Het ziet eruit als een gepoorte 3DS game. Dat is het toch ook? Dat is het volgens mij ook. Volgens mij zijn ze begonnen met die toen de 3DS nog leefde. Toen begonnen ze om Gen 8. Dat is wel degene wat rondgaat en volgens mij... Is dat ook de waarheid? De Veld Area, nou sorry hoor. Het voelt echt als alles bij elkaar geflikkerstraald. En succes met je bek. Het mooiste is, we spelen Gen 1 en Ham praat nu over de laatste game. Ja, sorry, maar ik vind Gen 8 echt de slechtste van de slechtste. Echt slechter bestaat niet. Maar ja, met Gen 1... Hartstikke leuk dat je alle Pokémon's wat kan vangen. Ook niet alles, wat ook echt verschrikkelijk is. Wat echt het meest kansloze ooit is. Ja, we hebben een nieuwe Pokémon game. Je kan alleen niet elke Pokémon vangen. Ja, krijg lekker de tyfus. Nou, dat was voorheen ook al zo. Enige ding is, de Pokémon zitten niet in de game. Ja, tuurlijk. Maar dat kan je ook, het is makkelijk in te coden. Ga dan niet zeggen dat het aan code ligt en dat soort shit. En dan ik vind Breath of the Wild ook niet mooi uitzien, maar dat terzijde. Ik ben gewoon überhaupt niet echt een fan van de Switch, maar... Merken jullie dat? Nee. Ik vind de Switch echt een kutconsole, maar ja... Kijk, voor de mensen die niks anders gewend zijn, en ik snap het wel. Ik snap ook wel of de sales zo goed zijn. Komt ook omdat er veel third-party support is. Want als je de third-party support weghaalt, dan is er niet veel. Je kan zeggen wat je wil, maar dan is er gewoon niet veel. Animal Crossing vult voor heel veel mensen het spul. Als die Game of the Year wordt, kan je maar op elkaar opzetten hoor. Als dat Game of the... Nou ja, sowieso de rest van de Game of the Year nominees zijn echt op die janken. Ja, volgens mij is Ghost of Tsushima wel goeie. Ghost of Tsushima is goed, Hades is goed. Er zitten wel een paar goeie tussen. Last of Us. Harm. Nou, dat is een beetje controversieel. Waarom? Ik heb niks meegekregen. Ik heb niks van die game gezien. Wat maakt het nou weer controversieel dan? Zonder te spoilen. Wil jij het uitleggen of moet ik het doen? Ik weet of ze een seksuele relatie met een vrouw krijgt. Dat weet ik. Maar is dat zo controversieel? Nee, dat is niet controversieel erachter. Oh.
Oké, wil je dat ik het helemaal niks van de story spoil? Nou, je mag wel een stukje spoilen hoor, maar maak nou echt geen reet uit. Maar ik wil gewoon weten wat er zo'n probleem is met die game. Wat iedereen... Wat, laat ik het eerst stellen. Zijn de Amerikanen die het probleem maken of de Europeanen? Nee, iedereen. Iedereen, oké. Iedereen. Nee, het probleem politieke is... Politieke statements. Ja, dat. Oké, vertel verder. Om te beginnen, ze killen Joel binnen het uur. Oké, dat is wel een dikke spoiler. Nou, ik heb gezegd binnen het uur. Oh, dat is wel echt heel erg dik. Nou, op zich, dat hadden mensen verwacht dat Joel gekild zou worden. Dat zaten mensen erin van, ja, oké, dat gaat gebeuren. Dat is niet het ding. Het probleem is dat ze een vrouw... Want je hebt twee characters, je hebt Abby en Ellie. Ja, dat weet ik. Het design van Abby is al gewoon nee. Want het moet een vrouw voorstellen, maar het design is gewoon transgender. Oké, ik zie nog steeds het probleem niet wat het controversieel maakt dan dat, maar ja. Nou, dat ten eerste. Dus sommige mensen zitten zo van, waarom zit het zo design? Je kan gewoon ja, maar transgender personen bestaan toch gewoon? Of zie ik nee, verkeerd? klopt. Maar de reden waarom ze dat doen is niet omdat ze... Transgender is. Zo eruit willen. Nee, omdat gewoon van, weet je wat, we maken zo'n design. Oké, dus het design maakt een issue. Oké, ja, vertel verder. Design is al een issue. Ten tweede, er zit een seksscène in. Ja, leuk. Dus. Dat is toch juist plus één. Nou, waar dus die Abby seks heeft met de persoon die heel veel weggeeft van de game director. Dus die echt heel veel lijkt op de game director. Op Neil Druckmann. Ja, of game director of iemand van de staff daarvan. Dus nou ja, Neil Druckmann dan, denk ik. Maar... Was ook al zo van... Ja, ik zie nog steeds niets wat controversieel is. Maar ja, vertel door. Nou ja, opnieuw. Het controversieel is altijd gewoon... Ja, dat zijn Amerikanen die het controversieel maken. Maar die kunnen al niet tegen het woord fuck. Dus dat scheelt. Nou, het ding is, controversieel is altijd een minderheid die heel erg luid in alles is. Maar... Ja, het is altijd de minderheid. Maar vertel verder. Het is gewoon... heel slecht geschreven als in de persoon... Ja, maar dat is een opvatting. Dat vindt iemand gewoon. Dat is een mening. Iemand anders kan het alweer heel goed vinden. Dat is sowieso een mening. Nee, klopt. Maar ik wacht nog steeds op echt iets controversieels, wat echt niet door de beugel kan. Nou, als je dingen die net zo niet door de beugel konden, dan valt de rest op zich ook wel mee. Dan zou je het niet controversieel vinden. Ja, nou vertel door. Als ik het goed heb, was het of Abby of Ellie... Die één of twee zwangere vrouwen vermoord. Ha. Ja, dat is gewoon story-wise. Het is maar een game, ja. Ja. En de rest... Ja, sommige dingen zitten gewoon heel raar in elkaar van... Het verhaal, ja. En het grootste probleem is waar mensen het mee hadden, was Abby's design. Wat gewoon... Ja, maar what the fuck? Ja. Het is de fucking Naughty Dog's idee om het zo te doen. Laat ze lekker. Maar dat komt gewoon omdat het waarschijnlijk niet... Het is gewoon simpel gezegd, het is niet wat men verwachtte van deel 2. Iedereen verwacht van deel 2 iets epics, iets goeds. En dan pakt het anders uit dan dat ze willen. Nou, wat is het probleem dan? Wat maakt het dan controversieel? Niks. Kortom, nee, alles wat je genoemd hebt net is voor mij niet controversieel. Niks. Het probleem is niet dat mensen dachten dat het Naughty Dog's richting was. Het probleem dachten dat ze politiek correct wilden zijn met die dingen. Ja, maar... Dat was het probleem. Ja, oké. Dat het niet van Naughty Dog zelf kwam, maar dat van Sony gewoon afkwam. Sony zelf, van joh jongens, leuk dat eerste deel, maar dit kan echt niet. Maar in de eerste zat ook niet echt iets van wat ik zeg, jongens, dat is echt wereldschokkend. Maar dat komt omdat, dat ligt echt ook het verschil tussen wij, Europeanen en Amerikanen en Japanners. Amerikanen zijn heel snel met controversiële dingen, oké, je zou het controversieel kunnen noemen, frappante dingen. Ja, nou, hiervoor hoef je geen counter te maken, want dat red je toch niet. Nee. Nee. Nee, maar... Nee, maar daarom zei ik ook. Ik zelf heb de game niet gespeeld, ik weet er een paar dingen van. En ik weet welke controversiële dingen erachter zitten. Maar ik zit er ook zo in van, oké, prima. Het zij zo. Eindelijk een goede move, behalve tackle. God damn it. Hoe gaat dat eigenlijk, Nando? Ik ben nu in de woods. Weet wel, maar iedereen is denk ik op dit moment. Nee, ik ben begonnen aan de gym. Hè? Ja, dat had ik wel verwacht. Ik ga eerst alles een beetje naar level 6, 7 werken. Ja, dat ben ik ook aan het doen, maar ik ken Jordi. Ik ga nog binnen 20 minuten bij gym 1. Geodude.
Bulbasaur en Zapdos zijn mijn enige fatsoenlijke Pokémons. Dit licht kan ik pas gebruiken. Met Zapdos kan hij niks. Nee, dat klopt. Gym. Nou, met Zapdos pack heb, maar... Nee, en voor de rest heb ik alleen maar Pokémons die tackle kunnen en die niet kunnen evolven. Hoeveel keer ook al hits hebben jullie ondertussen al tegen gehad? Ik krijg al een stuk van 18, denk ik. Ik heb ook een Geodude. En zijn twee crits achter elkaar! Lekker! Tegen me, godverdomme. Ik kan crits tegenkrijgen, maar ik heb een Geodude, dus waarschijnlijk is dat nog één damage. Ja. Ik heb ook heel veel critical hits uitgedeeld, dus dat... Het compenseert weer een beetje met elkaar. Mm. Het scheelt trouwens wel dat we 6 mons allemaal hebben, hoor. Jezus. Nou, je hebt in totaal 12 mons. Ja, dus... nee, maar je begrijpt ook wat ik bedoel. Nee, ik begrijp wat je bedoelt, maar je zit niet te klooien zoals in het begin van andere Nuzlocke's. Van, oké, ik heb mijn starter. Oh shit, ik heb een Rattata. Oh shit, ik heb een counter gekilled. Oh shit, ook een counter gekilled. Oké, ik moet nu gym 1 halen met een Charmander en een Pidgey. Nee, je kan eens een keertje al je Pokéballs die je oppakt verkopen. Ja. Ja, dat is wel lekker. Dat scheelt wel geld. Mm. Ik zou het vanaf Gen 2 niet doen, door. In ieder geval een paar houden voor het geval je een shiny tegenkomt. Ja. Yep. Maar dan zou ik eerder een paar ultraballen hebben dan... Nou ja, je kan natuurlijk overal tegenkomen. Ja, het zal voor het eerst zijn dat we echt in een goede generation die goed gerecord wordt... alles een shiny tegenkomen. Want volgens mij hebben we er nog geen enkele tegen. Ja, oké, die shiny is lukt maar van mij, maar... Die zat niet op recording. In een Generations? Nee. In een project? Wel. Ja, maar niet... Het moet gewoon in een Generations zijn. I know. Ik zie maar nu al dat ik een shiny ga tegenkomen tijdens het grinden. Ja, maar dan moet je het gewoon simpel even OBS openen en dat opnemen. Ja, dat hebben we ook al... volgens mij een Sun and Moon dat wij hebben gedaan. Ja, die Sun and Moon's. Voor mij was het Sol Ink? Ik weet niet meer zeker. Maar dat was ook gewoon van... Ja, tijdens de grinden, shinies. Voor mij hadden we 4 of 5 video's gemaakt. Ja. Van helemaal met shinies tegenkwamen. Jezus, dat was zo veel. Was dat het meeste shinies die je bent tegengekomen in een project? Ja. Ja, dat denk ik ook wel dat ik dat had. God damn it. Kijk, de FS Elm Challenge die ik nu met Harm heb gedaan, daar zaten 2 shinies in. Eentje was onscreen, eentje was offscreen. Maar ja, dat was ook aardig al wat. Lekker. Nou, dat is weer een fles cola weg. Jezus, Nando. Zeg maar net zo. Ik ben al de hele dag. Nee, maar ik ben al de hele dag ben ik dat aan het drinken. Dus serieus, 2 XP mis ik nog voor een level up. Ach, het is nog geen Gen 2 waar je ook letterlijk nog kan zien. Nou, dat heb ik liever, maar nu moet ik echt gaan kijken in het menu. Dan heb ik zo'n hekel aan. Mm-hmm. Goed, Caterpie. Papa. Ja, dan gaan we gewoon killen met Bubble Beam. Level 6. Ik zit er bijna te denken, misschien wil ik die Poliwag wel helemaal evolven. Okay. De enige tip die ik daarmee geef is... Doe het pas wanneer je het zeker weet. Ja. Nou ja, ik bedoel, die Poliwag die heeft zo vaak nu een critical hit gegeven aan een andere mon. Ja, want stel nou dan, je zegt van zometeen, oké, naar gym 1 direct, ik wil met Dratini unlocken naar Dragonite. En Dratini gaat zometeen dood. Nou. Ja, nou, Dratini heb ik niet in mijn party, dus dat scheelt. Mm-hmm. Nee, ik denk dat ik nog zelfs ga wachten met die lifelines, totdat ik het echt nodig heb. Ja, ik bedoel, ik heb een Abra, dan moet ik even wachten tot ik rond de level 16 of 17 zit met mijn team. En dan ga ik gewoon Abra gebruiken. Ja, op zich. Nu kan ik helemaal niks, hij kan alleen maar teleport. Dus dat is wel handig om te healen en zo. Maar... Dus op zich in de eerste paar chances is het best handig om te hebben teleport. Poison damage. Volgens mij had ik een game of zo, een Pokémon game gezien, waar ik dan teleport gebruikte en toen switchte de Pokémon uit. Maar dat was toch eerst niet? Volgens mij werkte teleport. Nee, klopt. In Sword and Shield hebben ze het aangepast, dat teleport nu een soort van U-turn is. Ja, ik dacht echt, what the fuck? Oh ja, ik heb de laatste paar weken heel veel Sword and Shield gespeeld. Mm. Ik wilde Zeroot. Ik wilde heel veel Zeroots krijgen. Waarom toch, als hij Zeroot wil hebben, dan haalt hij Zeroot. Ik heb er nu 3.
En ik krijg nog een vierde over een paar dagen. Ik denk morgen eigenlijk. Want een vriend van die moet nog eventjes zijn mail checken. Maar dan heb ik wel gewoon fierce roots. Dat is altijd handig. Die mythicals die zijn lastig te krijgen. Vooral nu je via GTS of Pokémon Home, een van die twee. Volgens mij heet het gewoon Pokémon Home ook. Met hoe je trade, toch? Volgens mij wel. Ja, nou ja, daar kan je geen Zeroot opzoeken. Of Regidraco, of Regieleki. Of is het Eleki? Ja, I don't know. Maar die zitten er nog niet in. In alle Regis waar je maar één I hebt, dus Regice en Regieleki. Gewoon, maakt niet uit welke uitspraak je hebt, iedere uitspraak is goed. Alles gaat gewoon door de beugel. Ja. Alles kan, oké. Nou, ik ben in de stad. Alles zit onder de level 10. Maar ik moet eventjes Nidoran female op level 9 krijgen, want dan krijg ik double kick. Of was het 10? Wacht even, had je niet Bubble Beam of zo? Of Bubble? Ja, al Poliwag, maar dat is de enige move. Je hebt letterlijk een Rock Gym. Ja, maar Onix die heeft Bite. En als ik hem dan niet kill, dan is het bye bye Poliwag. Nee, het is Rock Ground, hè? Ja, maar alsnog. Oké. Ver enough. Ik vertrouw dat nooit. En ik kan altijd Hold'em gebruiken als Sacrifice met you doet. Nidoran leerde geen double kick. Fuck. Ik dacht dat het level 9 was. Nu moet ik ook nog eens de freaking site erbij pakken. Voor de zekerheid. Is het level 12 of zo? Dit is wel even wat verfrissend. Want ik heb de hele dag al Dark Souls gespeeld. Is een stuk rustiger. Ja, dit is echt wat relaxter. Lekker jongens, ik had 3 crits achter elkaar met Combat Punch. Nice. Ja, dat is het mooiste aan het hebben van Pokémon zoals Kangaskhan. Oh, ik dacht dat het Mankey was waar die het mee deed. Mankey leert geen Comet Punch. Ah, oké. Nou, die deed alleen andere trash. Hij leert wel Karate Chop. Ja. Dat is ook wel nice. Daar kan je ook wel de gym mee doen. Mm-hmm. Kijk, Bulbapedia, Nidoran. Ach, mensen hoeven mijn voetjes niet te kijken voor de komende 5 minuten. Want? Ben je aan het grinden? Nee, ik ben de gym aan het doen met Leech Seed. F. Ja, ik kan de gym ook gewoon gaan doen, want ik heb een Bellsprout van level 8. Nice. En die heeft waarschijnlijk wel een crash move. Fine whip. Precies. Maar misschien moet ik Greg nog even... Dan heb ik er 2. Dan heb ik gewoon een backup mocht... Bellsprout doodgaan. Nou, ja, dat probeer ik dus nu ook te doen. Ik weet niet op welk level Greg dat leert, maar... Oké. Zo'n absorb of zo. Doen we gelijk even... Saphir bar levels. Het is toch een begin, ik ga echt niks risken. Ik ken mezelf, als ik ga risken, dan gaat het mis. Ja, fair enough. Fuck, waarom is dit de moveset van Nidoran Mail? Ik moet die van Feet Mail hebben. Oh, kut. Pidgey DC Crescent Attack. Ja, oké. Goed, Pikachu, go. Dude, ben ik de enige die de normale mon heeft? Van Yellow, de starter. Dat vind ik nog wel het grappigste ook. Ik kan niet eens zonder die starter gewoon gaan spelen. Oké, goed, lekker. Abra, gebruik teleport. Dan hoef ik niet te lopen, want ik ben lui. Toch even, als mensen kunnen teleporteren... Woep, omhoog obesitas. Mensen gaan dan echt niet meer lopen. Is alleen maar fijn dit. Oké, ik ben mijn eerste mon kwijt. Wat, ben je kwijt? Ik ben mijn eerste mon kwijt. Welke? Ah, Bulbasaur. Jammer. Nee. Die kon een vriendensaur. F. Dat is wel echt heel pijnlijk.
Hoe ging je dood? Nu is de vraag, hoe ging je dood? Ik werd kapot veel met leer gespamd en dan blijf maar leer spammen. Ik blijf maar aanvallen, F. Ja. Ik heb Rockla. Oh, hij leert pas dubbel keer op level 12. Nah. Hij is level 9. Ik weet niet, man. Dan ga ik even kijken of wanneer Poliwag Hypnose leert of zo. Denk niet vroeg. Nee. Ham, ga jij nog de gym afmaken? Oh nee hoor, ik hoef niet per se. Nando, wat ben jij? Ik ben nu aan het grinden voor Pewter City. Oké, dus niet echt super belangrijk. Nee. Oké, dan bijna van de pad. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later. Joe.